Ja, dus dit is het hoofdje en dit is het vruchtwater. En daar zit dan een armpje. Ja, dat hoef ik jou natuurlijk niet uit te leggen. Oh, het was zo bijzonder, pap, om voor het eerst zo samen naar ons kindje te kunnen kijken. Echt, het wordt zo echt ineens. Lucas, wat vond hij ervan? Hij heeft je toch niet laten zitten, hè? Nee, natuurlijk niet. Hij vond het ook heel bijzonder. Ja, het was denk ik nogal overweldigend voor hem om zo ineens voor het eerst echt zijn kindje te zien. Ik laat het maar even gaan. Je bedoelt dat hij het nu al niet aan kan? Nou, pap, dat is niet... Het is nog niet zo dat jij hem moet bijstaan tijdens bevalling in plaats van andersom, hè? Hey, Ludo. Hey. Weet je hoe vaak ik jou gebeld heb? Ja, ik een beetje druk. Ja, dat is toch wel duidelijk. Ja. Wij moeten hem nodig bijpraten. Hoe zit het met natuurlijk met die Billy? Ja, zie ik het dan goed? Ben je in verwachting? Ja. Ah, nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik ga even naar het toilet. Ja, ik moet er ook vandoor. Ludo, wat is er helemaal aan de hand? Ik probeer je te bellen, je belt me. Ik hoor helemaal niks van je. En dan moet ik van Janine horen dat je getrouwd bent met Billy de Palma. Je vond het een vreselijke vrouw. Ja, dat weet ik. Maar ja, zo gaan die dingen soms, toch? Nou, dat is een duidelijke midlife crisis. Ach, kom aan, toch niet zo. Ja, ik herken dit allemaal. Precies dezelfde stommiteiten. Maak je alsjeblieft geen zorgen. Huh? En ik moet echt gaan nu, maar we bellen.